Spelling les 10. Woorden net als giraf, journaal waarheid en kwaliteit. Jullie gaan straks aan de slag en bekijken uiteraard de spellingweters 6, 7, 37 en 38. Maar we gaan ze ook hier tonen op mijn scherm. Je gaat werken met woorden met een G, waarbij je een G moet schrijven. Je hoort de G-klang, bijvoorbeeld giraf. Maar je schrijft een ge. Ook dit zijn onthoudwoorden. Woorden met een je, waarbij je een je schrijft. Een journaal bijvoorbeeld. Ook dit is een onthoudwoord. Hoor je in een woord het achtervoegsel heid, Dan schrijf je heid. Korte i, ei, en met een t. Is het niet? Het is met een d. Heid met een D. Veelgemaakte fout dat sommigen hier een T schrijven. Ja. Woorden met heet schrijf je net als waarheid. En woorden met tijd. Tijd is een korte I. En tijd schrijf je wel met een T op het einde. Ja. Denk aan het woord kwaliteit. De oefeningen. Eerste oefening, net zoals altijd... Bedek je de woorden aan de linkerkant nadat je ze aandachtig hebt gelezen en je noteert ze op de lijn daarnaast. Je doet je hand weg van de linkerkant en je kijkt of je het juist hebt geschreven. Deze oefening kan je perfect zelf verbeteren dan. Oefening 2: Vul de woorden aan met heid of tijd. Schrijf ze in de juiste kolom. Je ziet de twee kleuren staan, geel en paars, welk woordstukje ontbreekt, denk na en vul het in op de juiste plaats. Oefening 3, woorden met een j of met een g, ook die zijn weer weggevallen en ook deze moet je in de juiste kolom gaan noteren. Bij oefening 4 zijn er heel wat woordtelen weggevallen, denk na wat er zou moeten staan en noteer het op de zin daarnaast. In de zin daarnaast, beter gezegd. Denk na over welke woorden gaat het. Wat zijn de moeilijkheden en dan vind je ongetwijfeld het woord. Oefening 5. Maak passende zinnen door de vetgedrukte woorden van zin te veranderen. Armstrong landde op de maan, een grote sprong voor de puberteit. Ik denk niet dat puberteit in deze zin past. Welke van de vetgedrukte woorden moet daar wel staan? En dan ga je de zin volledig overschrijven. Oefening 6. Vul de fanbrief aan met passende zinnen. Gebruik de opgegeven woorden die je aan de linkerkant ziet staan, maar je moet ze eerst aanvullen met tijd, heid, een g of een g. Oefening 7. Zet je net zoals de vorige keer tussen haakjes. Deze maken we in de klas. En oefening 8. Doe je wel. Je bent de uitvinder van het altijd vrolijk gas. Beantwoord de vragen en gebruik in elk antwoord minstens drie van deze woorden uit de groene balk. Het altijd vrolijk gas, als je dat inademt, ben je uiteraard altijd vrolijk. Deze oefening maak je wel. Let op bij deze les ook de uitbreidingsoefeningen. En de uitbreidingsoefeningen, die vind je hier bijvoorbeeld bij oefening 4, die maak je wel direct. Veel succes!